Ik heb twee geinige verhaaltjes gevonden over poezen uit dit boekje van Midas Dekkers. De eerste heet Felis Enigmatica. Waarom spinnen poezen, althans sommigen, wanneer ze doodgaan? Hoe slagen poezen er zo vaak in niks te doen en je toch te ontroeren, wat verder voorbehouden is aan een slapend kind? Wat doen poezen als je er niet bij bent? Wie denken poezen wel niet dat ze zijn? Wat bezielt een kat? Het wordt me vaak gevraagd. Maar hoe zou ik dat moeten weten? Ook voor mij is een poes een vraagteken. Maar dan wel het heerlijkste vraagteken dat er is. Eerst de staart als een goddelijke krul en dan als punt eronder dat pronte wonderkontje. Een vraag om je eeuwig in te verdiepen. Een poes laat je altijd in onzekerheid achter. Komt een hond op je af als een uitroepteken, een bevel tot aanhouding, het vraagteken van een poes is een aanzoek. Een poes herinnert je aan de woorden van de wijsgeer Maimonides. Er zijn, zei hij in de 12e eeuw, drie soorten ellende die je kunnen overkomen. De eerste soort is de schuld van je lichaam. Omdat hij behalve wijsgeer ook arts was, wist Maimonides er alles van. Toch beschouwde hij lichamelijke kwalen als zeldzaam vergeleken bij de tweede categorie. De ellende die de mensen elkaar aandoen, zoals oorlog en misdrijf. Maar die was weer zeldzaam vergeleken bij de derde categorie. De narigheid die een mens zichzelf op de hals haalt. Hiertoe behoren vooral de bange vragen waarmee hij zichzelf heel de dag kwelt en vaak ook heel de nacht. De bangste is de vraag wat de andere mensen van je denken. Voortdurend proberen we onze slechte eigenschappen te verbergen en de goede uit te stralen. De wens om goed of mooi te zijn verzinkt in het niet bij de wens om goed of mooi te worden gevonden. De spiegel is belangrijker dan het beeld. Dit is het zwak van de mensheid dat door de poesheid wordt geëxploiteerd. Wat denkt je poes van je? Dat is de vraag die de liefde van de mensen voor poezen brandend houdt. Houdt hij echt van je? Net zoveel als jij van hem? De vraag zindert, maar al overlaat je je poes met liefkozingen, al prijs je zijn fonkelende ogen en zijn muizenvangvaardigheid de hemel in, nooit krijg je het bevrijdende ik ook van jou te horen. Juist daardoor gaat de gemiddelde poes langer mee dan de gemiddelde geliefde. Met een vraagteken valt beter te leven dan met een punt. Toch is er ook een vraag over poezen waar ik het antwoord wel op weet. En dan nog wel een vraag die algemeen als een mysterie wordt beschouwd. Het is de veelgehoorde vraag waarom poezen van tijd tot tijd plotseling in de lucht beginnen te staren. Zomaar. De ogen gefixeerd op een voor normale stervelingen onzichtbaar iets dat ze dan zonder enige aanwijzbare oorzaak beginnen na te jagen. Dwars over tafel en stoelen, door roeien en ruiten, trap op trap af, tegen de muren, de gordijnen in, om dan, alsof er nooit iets is gebeurd, weer op de bank in slaap te vallen of een kennelijk ernstig fel geworden lichaam stil te blikken. Wat zijn dit voor hersenschimmen? Beschikken poezen over een derde oog? Probeert de tijger in de poes zich een weg naar buiten te banen? Is het een religieuze handeling? Ziet een poes zo vliegen? Waarom doet een poes zo gek? Daar kan ik maar één verklaring voor bestaan. Een poes is gek. Altijd al, van zichzelf. Als je daarvan uitgaat, is de omgang opeens een stuk gemakkelijker. Behandel je poes of hij geestelijk gestoord is. Dat doet hij bij jou toch ook? De boompoes. Als katten zin hebben om ook eens een dolletje te maken, gaan ze hoog in een boom zitten doen of ze er niet meer uit kunnen. Dan duurt het niet lang of een opgetrommelde buurman dondert door een dode tak en de brandweer wordt gebeld. Ervaren brandweeren blijven echter in hun kazerne klaar voor jassen. Dat werkt in de praktijk het beste. Vroeg of laat gaat het de kat vervelen en komt hij vanzelf beneden om te eten. Of ziet u geregeld dode katten hoog in de bomen hangen. Al zijn het allebei zoogdieren, toch verschillen mens en kat een hele dimensie. Leven u en ik met beide voeten op de grond in twee dimensies? Een kat heeft er met zijn geklim een derde bij. Dat is een bron van misverstanden. Honden begrijpen er ook niks van. Het ene moment jagen ze nog lekker achter een poes aan, het volgende is die in een onbekende dimensie verdwenen. Verstandige poezen houden bij contact met honden altijd een boom achter de hand. Een poes kan een beetje vliegen. Niet zo goed als een vogel, maar lang niet zo slecht als een mens vliegt hij zijn boom in. Daar voelt hij zich als een vis in het water. Een poes uit zijn boom remmen is dan ook net zo stom als, wat je hengelaars ziet doen, vissen uit het water redden. Een poes is net als een vis op zijn drie dimensies afgestemd. Hij heeft een veel beter evenwichtsorgaan dan wij. De eerste etappe, de boom in, springt een poes vanaf de grond. Dan haakt hij zich met zijn nagels in de bas en duwt hij zich met zijn achterpoot omhoog. Terug naar de aarde maakt de poes een minder zelfverzekerde indruk omdat zijn nagels nu verkeerd omstaan. Maar zo nodig laat hij zich achter zijn voren zakken als een oud vrouwtje dat een keldertrap afsukkelt. Het enige wat een kat daarbij inschiet is zijn waardigheid.
Maar eenmaal beneden doet hij of er niets gebeurd is. Buiten de bomen heeft de poes de nagels meestal ingetrokken. Maar van het ene op het andere moment verandert de fluweelpotige in een klauwier.